Wij zijn naar Zweden verhuisd vanwege mijn werk. Ik werk voor Bosch en ik heb een buitenlandse plaatsing gekregen voor 2 jaar. En Jiske, mijn vriendin, is mee verhuisd. Dus wij wonen hier nu bijna 2 jaar. En we hebben het heel erg naar ons zin. Ja, we zijn direct op zoek gegaan naar een huis. Wat ons direct opviel is dat de huizenprijzen hier een stuk lager liggen dan in Nederland. Dus echt moeilijk was het niet om een huis naar onze wensen te vinden. En dat hebben we gevonden en uiteindelijk helemaal verbouwd naar onze zin. Wat het grote verschil is met Nederland is dat in Nederland zit je hutje mutje op elkaar gebouwd. En hier heb je een vrijstaand huis met een enorme stuk grond eromheen. Dus ja, dat is een enorm verschil met Nederland, wat ongelooflijk goed bevalt. Wat ons ook opvalt in vergelijking tot Nederland is dat de mensen hier ontzettend vriendelijk zijn. We zijn hier 2 jaar geleden naartoe gekomen en alles is dan nieuw. En we hadden eigenlijk direct de buurvrouw op de stoep staan die ons met van alles en nog wat wilde gaan helpen. Ze stond met koekjes en al bij ons voor de deur en heeft ons volledig wegwijs hier gemaakt. Een van de eerste dingen die wij gedaan hebben toen we hier aankwamen was het kopen van een bootje. Tranus ligt namelijk aan een fantastisch mooi meer, Sommenmeer. En dat is, eigenlijk zijn er 3 grote meren aan elkaar gekoppeld. En dat is een fantastisch mooi natuurgebied eigenlijk. Heel veel kleine eilandjes. Ze zeggen dat er voor elke dag in het jaar een eilandje ligt. Nou, dat En klopt ook wel. ja. En zeker als het mooi weer is, dan pakken we de boot, we varen het meer op en we leggen aan bij een eilandje. En daar is het heerlijk vertoeven. Soms zijn we helemaal alleen, is er niemand om ons heen. Ja, want daar verbaasden we ons over. Want als het in Nederland ook maar enige mooi weer is, dan zit het IJsselmeer vol met boten. Kun je over de boten lopen en hier kun je een hele dag niemand tegenkomen. Dus in eerste instantie hadden we zoiets van, nou, is er wat aan de hand of doen we iets verkeerd? Maar dat is gewoon hier zo. Ons huis hier laten schilderen. Dit is een kerkje wat hier achter ligt. Een hartstikke leuk kerkje. Een tennisbaan die bijna naast ons huis ligt. En daar hebben we hier een Norrebu Hotel waar wij de eerste 7 maanden gewoond hebben. En de golfclub ligt hier in Tranos. Dan hebben we daar het haventje waar onze boot ligt. En een hele bekende stoomboot van Meer Zoemen, zeg maar. Dan hebben we een grote rotonde die je tegenkomt als je binnenkomt rijden. En dan ligt hier het stadshotel, het badhotel. De Stoercatan is dit. Het enige stoplicht in Tranos. Vonden we ook wel de moeite waard om erop te hebben. En de supermarkt. Dus allemaal persoonlijke herinneringen aan Tranos. Wat we, ja. Als wij terug verhuizen naar Nederland, dan zouden we in elk geval de natuur en de rust heel erg missen. Het meer is echt fantastisch. Dat vind je nergens in Nederland. Ze hebben heerlijke köttbullar in Zweden. Het Dus zijn die, kleine gehaktballetjes. Iedereen kent ze wel van de IKEA, maar daar zijn ze lang niet zo lekker als hier in Zweden. nee. En natuurlijk het huis, want we zijn heel erg blij met het huis. Maar ja, dat is een beetje moeilijk om op te tillen en mee te nemen naar Nederland. Dus die moeten we helaas achterlaten. En onze vriendelijke buren, want daar zijn we toch ook wel heel erg hecht aan geraakt. Familie Claesson. We zullen Zweden wel ongelooflijk gaan missen, want het heeft zeker een plaatje in ons hart gekregen. We kunnen iedereen dan ook zeker aanraden om Zweden te bezoeken, of het nou voor langere of voor een korte periode is. Wat we net al zeiden, we zouden heel veel dingen mee willen nemen, maar zijn toch ook wel heel erg blij om straks onze familie weer in de armen te sluiten.